De Henri Frans de Sille Cultuurprijs 2023 is gewonnen door Sranaan-dichter Sombra uit Coroni. Deze prijs wordt uitgereikt aan een Surinamer die minimaal 3 jaar of langer actief is geweest in de productie van literatuur, poëzie of proza. De artiest moet wel uitzonderlijk gepresteerd hebben. Sombra, pseudoniem voor Stanley Richard Slijngaard, is geboren op 13 februari 1939 te Totnes, Coroni. Ook is hij medeoprichter en bestuurslid geweest van Schrijversgroep 77. Voorafgaand aan de uitreiking hield fiscalist Roy Reiger een lezing getiteld Hoe kunnen de overheid en het bedrijfsleven samenwerken aan de ontwikkeling van de cultuursector? In het leven gaat het om inhoud boven vorm. En we zijn een beetje sterk in vorm boven inhoud. Dus inderdaad een restauratiefonds. Maar het is er niet als het geen geld heeft. Toch? Oké, prima. Ondersteuning van particulier initiatief tot behoud, fantastisch. Invoering en nu, dit vind ik een prachtige. De staat bewaart, staat in die memorie van toelichting van die wet. De staat heeft hierdoor een speciale taak. Dat geloven we allemaal wel, toch? En nu komen die dingen, de verplichtingen, ernstig naar de burgerij toe. En terecht. Het is verboden een monument af te breken of veranderingen aan te brengen, tenzij met vergunningen. Verplichting voor zakelijk gerechtigden tot een monument om tijdig onderhoud en herstelwerkzaamheden verrichten. Mensen, je moet dit goed volgen. En dan gaan jullie een fantastische disbalans zien, waardoor we falen in die dingen. Reiger heeft benadrukt dat Suriname vanwege de demografische samenstelling een onuitputtelijke culturele potentie bezit. Vanwege het gebrek aan financiën wordt deze tot nu toe onvoldoende benut. Om blijvend te kunnen genieten van onze rijke kunst- en cultuuruitingen, moeten wij streven naar behoud daarvan en ook bereid willen te zijn te betalen daarvoor. De cultuursector moet dus samen gaan nadenken over hoe geld te verdienen. Make money dus, om zichzelf staande te houden en niet te teren op overheidssubsidie. Vervolgens zet je money where your mouth is, en dat hebben die Antillianen gedaan. Met hun subsidie- en leningsstructuur. Het is serious business. Gaat u maar naar Curaçao, toch? Het pand van Peña ziet er altijd fantastisch uit, Carlo. En er staat een plaatje met dank aan, toch? Die panden aan de overkant. Rinfort is toch niet teruggevallen naar Zeelandia hier, toch? Maar als je denkt dat je panden Zeelandia renoveert, en volgens begrijp je niet dat je geld ermee moet maken, en je stopt overheidsdiensten erin met alle respect, toch? Terwijl wat je had moeten zeggen, Reiger, jij bent show-up, wil je daar je kantoor houden, toch? Maar onderhoudsplicht, zoals op Curaçao, alle advocatenkantoren in prachtige gerenoveerde panden, dan zag het nu bij Fort Zeelandia anders uit. Nu kunnen we net als 15 jaar geleden opnieuw beginnen om te gaan renoveren. That's the issue. Dat moeten we doorbreken. U ziet het, dat is het verhaal van Curaçao.